Het is vandaag de Dag van Europa. Een dag waarbij we stilstaan bij het belang van de Europese Unie. Maar wat weten Nederlanders eigenlijk van de EU? Dat ga ik vragen op straat. Gefeliciteerd met Europa. Hoezo? Ja, de Dag van Europa komt eraan. Welke dag is dat dan? Dat is voor mij helemaal nieuw. Gaat het over Songfestival? Hoe ging dat nummer? Europa, papa. Weet je waar die voor staat? Nee, nooit van gehoord. Denk je? Nou, een dag om Europa te vieren. Hi, hoe vaak denk je aan Europa? Best wel vaak. Nou, niet zo heel vaak. Eigenlijk nooit. Nou, ik volg het nieuws altijd en dan ben ik het soms niet eens met die beslissingen die ze soms nemen. Heb jij enig idee waarom de Europese Unie ooit is opgericht? Om volgens mij samenhang tussen landen en daarin afspraken te maken. Ja, om saamhorigheid en de reglementen af te spreken en de doelstellingen. Als er oorlogen zijn, dat ze ook samen kunnen optreden tegen de vijand. En voor de rest allemaal gaan hoer. Zaken te vergemakkelijken. Soms ja, soms minder lullen, meer doen, ja. Hoeveel landen zitten er eigenlijk in de Europese Unie? 32. Helft toch? 25 of zo. Een stuk of 15, 17? Worden steeds meer. In de 30. In de 30? Ja, u zit er dichtbij. Het zijn er 27. In welk jaar is Nederland lid geworden van de EU? Ik denk in 45, 46. 47? Ja, eind 70, begin 80. Dacht u dat wij vrij snel al lid zijn geworden? Maar... Dat klopt. Nederland heeft in 1951 samen met België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg... Eigenlijk zijn ze ingetreden in de voorloper van de Europese Unie, was dat toen. Welke munteenheid gebruiken we in de Europese Unie? De euro. Ja, makkelijk euro, hè? De guldens. De euro. Nee, de euro's natuurlijk. Wat is de hoofdstad van Europa? Brussel. Brussel? Ja, neem je tijd. Luxemburg? We hebben plekken waar we met elkaar vergaderen. Maar we hebben geen hoofdstad. Correct. Wanneer zijn de Europese verkiezingen? Binnenkort, denk ik. Nee, dat weet ik echt niet. Vlak voordat wij op vakantie gaan. We kunnen nog net stemmen. 6 juni zijn de Europese verkiezingen. Trouwdag. Echt waar? Ja. Nou, dan weet je wat je op die dag doet. Uit eten. En stemmen. Oh, en stemmen. Als u op vakantie gaat, houdt u dan ook rekening met paspoortcontrole? Dat is het niet. Tussen de Europese landen die in de Europese Unie zitten. En niet omdat het allemaal geregeld is. Kunt u voorbeelden geven van maatregelen die worden genomen om bijvoorbeeld minder plastic te gebruiken? Ja, dan gaan ze het in papier verpakken. Dan heb je meer papier weer. Ja, dat kan ook. Een plastic rietje drinkt toch lekkerder dan een houten rietje. Maar ik snap wel dat het eraf gaat. En weet u ook welke zorgrechten u heeft binnen Europa? Ja, tuurlijk. Ja, als je ziek bent, ga je naar de dokter. Het is gratis. In een ziekenhuis zit er een stukje kosten aan. Ja, en als er spoed is, dan kunnen we ook naar het ziekenhuis in het desbetreffende land. Welk noodnummer belt u als u in Spanje bent? 112. Volgens mij kan je gewoon nog steeds 112 bellen. Gewoon 112? Dat is het. Okay, ja. In heel Europa hetzelfde noodnummer. Ja, goeie gokje. Je ziet het, de EU heeft meer invloed op ons leven dan je denkt. Wil jij meer weten of meepraten over Europa? Ga dan naar onderstaande link.